Simon en Andreas liepen langs de rivier de Jordaan. Ze zagen een heleboel mensen bij elkaar staan. Wat is daar aan de hand? Vroeg Simon. Er staat iemand te spreken, zag Andreas. Hij stootte een oude man aan die aan het luisteren was. Hé, naar wie sta je te luisteren? Dat is Johannes, die ze ook de doper noemen, antwoordde de man. Hij leeft in de woestijn. Hij eet springkanen en wilde honing. Andreas en Simon drongen naar voren. De man zag eruit als een profeet, met zijn kameelharen, kleren, zijn riem en zijn stok. Binnenkort wordt alles anders, riep Johannes luidkeels. Jullie moeten anders gaan leven. Wat moeten we dan doen? Vroegen de mensen. Wie 2 paar kleren heeft, moet 1 stel geven aan wie niets heeft, zei Johannes. Wie genoeg te eten heeft, moet delen met wie te weinig heeft. Een paar tollenaars vroegen, en wat moeten wij doen? Johannes antwoordde, vraag aan de mensen niet meer belastinggeld dan de wet voorschrijft. En wat moeten wij doen? Vroegen 2 soldaten. Jullie moeten tevreden zijn met je soldij en niemand iets afpersen, antwoordde Johannes. En als jullie het echt menen, kom dan maar hier, bij mij in het water. Hij ging in het water van de Jordaan staan. Dan dompel ik jullie helemaal onder, dan gaan jullie dwars door het water heen. Net zoals jullie voorvaders toen ze uit Egypte vluchtten. Die begonnen ook een nieuw leven samen met God. De een na de ander gingen ze naar Johannes toe en stapten in het water. Simon en Andreas ook. Johannes dompelde hen onder en haalde hen er weer uit. Zo doopte hij de mensen die anders wilden gaan leven. Zou hij de Messias zijn? Mompelden mensen om hen heen. De man van God op wie we al eeuwenlang wachten. De man met wie alles beter zal worden. Simon nam zijn moed in zijn handen en stapte op het einde van de dag naar Johannes toe. Johannes keek Simon aan met brandende ogen in een mager gezicht. Meneer, bent u de man op wie wij wachten? Bent u de Messias? Vroeg Simon. Nee, antwoordde Johannes rechtuit. De Messias ben ik niet. Ik doop met water, maar na mij komt iemand die doopt met geest en vuur. Ik ben nog te klein om de riem van zijn sandalen los te maken. Ik maak alleen de weg klaar voor hem. Ik effen zijn pad, vul de kuilen en maak de hobbels plat. Ik trek de bochten recht voor de man die krachtiger is dan ik. Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn. Maak de weg recht voor de Heer. Simon knikte, bedankte de man en liep weg. Ik weet niet wat ik van hem moet denken, zei hij. Ik begrijp niet goed wat hij bedoelt. Die zin, maak de weg recht voor de Heer, komt uit een tekst van de profeet Jesaja, bedacht Andreas. Die gaat over iemand die de mensen voorbereidt op de komst van de Messias. Johannes zegt dat hij de weg voorbereidt voor de Messias. Dan kan het nu echt niet lang meer duwen voordat de Messias komt. Ik kan bijna niet meer wachten. Maak recht wat krom is. Bereid je voor. En daarom sta ik, net als Johannes de Doper, buiten. Vandaag spreek ik niet tot jullie vanuit mijn zetel, van achter mijn bureau, maar sta ik buiten. Omdat ik jullie aandacht ook wil brengen op welzijnszorg. Niet iedereen kan even gezellig wonen. Niet iedereen heeft de luxe om in een gezellig huis onbetaalbare momenten mee te maken. Voor vele mensen is dit gewoon onbetaalbaar. En dat is een van die kromme dingen die we recht moeten trekken tijdens deze advent. Stel dat jij vandaag langs de Jordaan zou lopen en je zou tot bij Johannes de Doper komen. Wat zou hij tegen jou zeggen? Hoe zou jij je leven kunnen omkeren? Maak de paden recht. Maak recht wat krom is.